Er zitten geen zakken in, nee. Waar zitten die dingen? Ik had ergens, weet ik veel, mijn hand in doen. Maar die kan er dan daar weer uit. Ik heb ook nog een dun capuchonnetje erbij. Hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag. Ja, ja. En nog wel, nee, niet waar. Ik ga veel te hard. Het is vrijdag, de 12e februari. En we leven om 14:29. Astrid, die is boven bezig. De honden zijn al lang al uit geweest. Ik heb weer een bak koffie. De computer staat aan. En ik was bezig een kleurtje te zoeken. Ja, voor mijn huis. We krijgen weer nieuwe verf op de deuren, etc. Enkel, je bent een hele grote meid of man als jij dat kan lezen, die kleuren. Ik kan dat niet hoor. Ik zal het inzoomen. Wordt het alleen nog maar waziger en pikseliger. Ik kan het niet. Ik vraag me af hoe Astrid het heeft gedaan. Die heeft net bij haar de kleuren opgenomen. Ik kan het niet lezen hoor. Nee. Het enige wat ik wel kan zien, dat is bordeauxrood. Maar wat die andere kleuren zijn, want er zitten ook vakjes bij met de kleurtjes erin. Het enige wat ik kan onderscheiden qua kleur, dat is bordeauxrood. Verder kan die andere twee, ik zie niet wat voor kleur dat is, nee. Maar ja, oké, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik heb mijn nieuwe jurk aan, ja, die lange, een lange rode. En er zitten geen zakken in, nee, waar zitten die dingen? Ik had ergens, weet ik veel, mijn hand in doen, maar die kan er dan daar weer uit. Juist, zoiets. Nou, hartstikke leuk, geweldig. Ja. Het is van het stof van een t-shirt, laat maar zeggen. Ja, helemaal geweldig. Ik zit lekker. Zit grandioos. De hondjes zijn binnen. Kandalf is binnen. Die zit lekker goed in. Ja, dat was niet mijn kop. Dames, weg. Daar hebben we Kandalf in. En er zat er net een vogeltje bij de pinda's. En toen was met Kandalf. Mik, 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 mik. Hé, ja nou. Ik zag vogeltje. Je bent anders geen vogeltjesdief. Hé, hey, laat altijd een vogeltje met rust, hè. Ja. En wat doe jij? Naar buiten? Jij ook? Wil jij ook naar buiten? Hm? Hoe mooi is Elwing? Jullie zijn allebei mooi, hè? Ja, nou hobbel maar weer. Rustig, hè? Ja, zal het je boeven zijn dat? Toch of niet dan? Oh. Ja, hè? Het zijn stelletje boefjes, hè? Ja, het zijn stelletje boefjes. Hé, jij nou? Ja. Dus ja, enkel een hoop kabaal en weinig lol op die ijzeren plaat. Maar ja, daar kun je ook niks aan doen. Ja, ik heb hem toch nodig, anders kom ik niet naar binnen met mijn rollator of met mijn booster. Want met mijn booster scheur ik ook wel eens door hier naartoe. Ja, als ik heel veel boodschappen heb, dan wil ik dat wel eens doen. Zo, dan staat hij weer op tafel. En ja, ik heb daar dus al koffie staan. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag zullen beleven. Vandaag vrijdag en het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Wat wil je nog meer? Of niet dan? Het is prachtig. Ja, echt wel. Het is prachtig. Wat is er, Kandalf? Wat schrikken wij van? Elwing! Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou, de dames die zijn een beetje half om half uitgeteld.
En dat geeft mij mooi de kans om even boodschappen te gaan doen. Ook al heb ik zelf al geen zin, ik zal er toch wel eens een keertje eruit moeten. Om dat te gaan doen. Dus nu de blik op de hondjes. Zeg ik lekker. Laat ze lekker slapen. En ik ga erop uit. Even naar de zomer toe. Zeg lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben weer thuis. Ik ben later weggegaan dan ik zou. Want ik zat mijn nest klaar te maken bij mijn bureau, portemonnee in de tas, telefoon in de tas. Jullie weten het wel hoe dat allemaal gaat. Ik ging ineens een poort open. Wie komt daar nou aan? Oh, Gerrit, wat leuk, wat gezellig. Mijn broer. Kom, mijn broer, onverwachts even langs. Nou, helemaal top, helemaal geweldig. Ja, toch? Dus hij heeft even een pak koffie bij me zitten te doen. En daarna kon ik pas weg om boodschappen te doen. Dus dat heb ik nou binnen. En dat is een tas vol. Maar ik heb twee keer dit bij me. Kat er even. Ja, eentje staat ergens anders in de tas. Twee keer kat eten. En ik heb weer wat voor de woefjes mee, twee keer dit. Dus ja, het komt allemaal goed. Dat gaat weer gewoon het vriezer in. En ik heb brood bij me. En nou ja, Marianne die had van de week kaasknabbels meegenomen. En ik vroeg ook om pindaknabbels. Tenminste, hoe heet je? Ja, pindaknabbels. En die waren toen op en nou waren ze er wel. Dus het is mooi. Gelijk meenemen. Dus ja, dan gaan we de boodschappen dus lekker eventjes opruimen aan deze kant. En dan wat koffie maken, want ik heb het dorst. Dat ga ik eerst doen. Wat koffie maken. En daarna ga ik dat doen. Daarna ga ik de honden dan weer uitlaten. Ja, en ik heb nog geen vlog in elkaar weten te zetten. Dat moet ook nog allemaal. Maar oké, eerst een bak koffie. En dan de boel opruimen, dan de hondjes. Vind ik in de tussentijd al wel weer warm, maar het is zo koud. Ik vind het ijskoud. Ijskoud. Lijkt wel ijskrompen. Ja? Wat moet je dan? Wat moeten jullie dan? Dat is Rijka dus, hè? Die maakt rare geluiden hier. Ja. Is dan, hè? Ja. Nee, dat is allemaal voor vrouwtje. En ik heb ook weer... Ik heb ook corona. Ja, lekker. Heerlijk. Dus ja, helemaal geweldig. Hé? Ja. Kaasknabbel. Brood. Eten voor straat. Zo gaan we eten. Nou, gewoon stampen zuurkool. Ja, ook weer eens wat lekker. Kijk, dat moet ik nog koken. Brood. Ik moest de stad. Heb ik ook weer meegenomen. Dan gaat zo meteen de vriezer in. Dus ja, komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Ik hou gewoon vol goede moed. De heenweg ben ik binnen doorgegaan, maar dan was ik bang. Het was glibber. Terugweg heb ik eventjes nog omheen gereden. Ben ik maar via de andere weg gegaan, door de hoofd. Straat van het centrum, bijna de Hoofdstraat, ja. Het is wandelgebied, maar het laatste gedeelte is weer wel, het komt wel verkeer. Dus dat was schoon, ja. Ik ben er even wat omheen gegaan, in plaats van binnen door. Ik moet het wel veilig kunnen doen, maar het is lang niet overal veilig. Nee, want binnen door, het is glibber. Nou ja, dus, er komen die strooiwagens niet, nee. Daar komen ze niet. Ik denk dat bij jullie idem dito is. En dorpen mogen ze ook graag vergeten dan enkel de hoofdweg die er dwars doorheen loopt. Maar ja, de zijstraten, et cetera, dat wordt meestal niet gepakt. Terwijl daar toch ook verkeer komt. Ja, ik vind dat ze de straten ook allemaal moeten pakken. Maar ja, is daar zout genoeg voor? Hè? Ik weet het niet. Geen verstand van, maar het behoort, vind ik wel. Want veiligheid staat wel boven alles. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten, want anders kom ik er niet. En ik zou zeggen, tot straks!
Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb de vlog in elkaar. Hij is nu aan het renderen. Tenminste, renderen heeft hij al gedaan. Hij is hem nu in elkaar aan het maken. Daarna kan hij naar YouTube. Maar, bekijk het maar even. Ik ga de hondjes doen. Ja, helemaal. Ik ga de hondjes doen. En het is een beetje koud. Dus ik zal me goed aan gaan kleden. Ik denk dat ik de skip maar aan ga doen. Want het is echt onvergetelijk koud. Ja. Dat, ik wil het wel een beetje behagelijk hebben. En ik heb al koude voeten. En hoef ik niet voor de rest ook koud te zijn. En ik heb nou niet tot van de week dubbele kleding aan. Ik heb geen dubbele legging of wat dan ook aan. Maar ik van de week wel. En dat heb ik nou niet. Dus toen mooi. Dus kieppak aan die ik gekregen heb. Van Marianne, van Mary. En ik laat het straks wel zien als ik hem aan heb. Ja, kijk of dat lukken. Ja, komt helemaal goed. Zo. Nou, lieve vrienden, ik heb hem aan. Hij is dus paars, roze, nee, lila roze en groen. Allemaal mintkleuren. Maar ik heb het helemaal. Dan weet ik niet hoe ik het moet kunnen laten zien. Nou, dat zijn hele diepe zakken. Dus ik heb nou verder. Zelfs mijn sjaal ken ik er niet onder. Ik heb wel mijn vest onderaan, want dat die ik altijd aan. Ik ken niet onder vest. Dat ben ik. Ja. Maar in ieder geval, ik heb er ook nog een dun capuchonnetje erbij. Die kun je ook nog opdoen. Jo. Kan ook allemaal nog. Dan kan die ook verder dicht. En winddicht, ook vanwege de kou zometeen om mijn oren. Dus dat doe ik wel. Dat mag een beetje voor gek lopen. Ja toch, maar je wilt het warm hebben. Ja. De video is klaar, maar je bekijkt het maar. Ik geef het met hoefjes. De telefoon gaat mee, dus ja, ik moet hem daar vanaf halen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei!